Dames en heren, welkom terug bij de Hot Coffee Show. Voor hot en koffie, zoals Peter Nansen zo mooi zegt. Een stelling, een onderwerp, whatever, een vraag van jullie. We gaan het allemaal behandelen. Maar allereerst bedankt voor alle enorm vette reacties van vorige week waar ik niet bij was. Ik zag dat Daniel... Er wordt niet moeilijk over gedaan. Daniel is ook gewoon een onderdeel van de Tom en Peters Hot Coffee Show. Als de vaste invalkracht. Fantastisch. Thanks Daniel voor het invallen. Weet je nog vroeger bij de Samurai Pizza Cats? Samurai Pizza Cats. Je had de 3 Samurai Pizza Cats. Maar af en toe was er een aflevering en dan was er één gewond. En dan kwam de inval Pizza Cat. Je had ook een aantal inval Pizza Cats. Eén voor in het water en één dikke. En nee, Daniel is gewoon de witte Power Ranger. Dat is de witte Power Ranger. De witte Power Ranger. Dat is ook voorbeeld. Die er altijd bij komt als het zelf. We zijn net niet sterk genoeg met z'n vijven. Hier is een zesde iemand. Maar bij de witte Power Ranger, die kwam op een gegeven moment elke week in. Bij de Samurai Pizza Cat bleef het bijzonder als de reserve erbij. Ik weet niet wie de Samurai Pizza Cat zijn, maar het klinkt... De Samurai Pizza Cat. Samurai Pizza Cat. Oh yeah! Who do you call when you want some pepperoni? Samurai Pizza Cat. Maar goed, jongens, bedankt voor de reacties vorige week. Ik zal even in het kort... Heel veel mensen waren het ermee eens. Ja. Het feit dat gewoon hypes eigenlijk, de hype heel veel dikker is. Maar er werd ook weer gezegd van, kijk, die Daniel die vindt al die spellen helemaal niet leuk, omdat hij gewoon een vuile hipster is. Ja. Bedankt David voor die... Onwijs een goede comment. Fireball zegt leuke stelling, mannen, goed gedaan. Hoe goed de Phantom Pain is. Oh ja, en M. Heide zegt, hoe zien jullie het volgend jaar voor Gamerset.nl? Dat komt laat. Dat vind ik ook wel een goede stelling, ja. Maar dat komt laat. Goeie vraag. Want nu komen de Game Awards eraan, dus we gaan het nu over de Game Awards hebben. Ja. Volgende week hebben we Star Wars stelling natuurlijk. En de richting eind van het jaar gaan we het daar wel over hebben. Het is allemaal relevant op het nieuws. Hè? Hoe doen ze dat toch telkens? Oké, de Gamersnet Game Awards shortlist. Dat is gewoon een vraag van Glenn. Glenn vraagt gewoon Gamersnet Game Awards shortlist. Het zijn 2 stellingen in 1. Oké. En dan zegt Robin, PSP Freaky op Gamersnet, zegt... De games van 2015 zijn Game of the Year onwaardig. De echte klappers zaten er dit jaar niet bij. Misschien is het eerder een stelling voor over 2 of 3 weken. Nee, Robin. Nu, meteen, deze aanstaande week. Vrijdag, morgen, komen de Games at Game Awards online. En dat betekent dat wij jullie sowieso een aantal vragen gaan stellen over Gamersnet. Waarvoor dank dat je het antwoord. We gaan jullie de vragen wat je Game of the Year was. En je maakt kans op kei dikke goodie. Ja, echt maar dat echt is zoals altijd. Echt enorm. En, maar voordat die Game Awards beginnen, is er hier intern, in het crewforum en met ons, is er altijd een discussie, wat komt er op de shortlist? Want wij willen niet dat jullie gewoon zelf kunnen invullen wat je Game is net game of wat je Game of the Year was. Dan kunnen wij ook echt niet trekken en statistieken van maken van... Omdat iedereen spelfouten maakt. Ja. Sorry, maar dat is zo. Dus we kunnen dan niet Wie gaan trekken. Wie kan Assassin's Creed vandaag de dag nog goed spellen? I know. Dus KO deed vorige week nog een 1S. No! Ja. Nou. Dat geeft niet, dat kan gebeuren, maar daardoor kunnen wij niet zeg maar de statistiek. Dus we moeten een shortlist maken. En er is altijd discussie over, zeker naar vorig jaar, toen Grand Theft Auto 5 voor de 2e keer uitkwam. En dit zou het 3e jaar kunnen worden dat GTA 5 weer goud binnensleept. Dus maar die gaat niet in de shortlist. Die zit er niet in. Dat hebben we nou vorige week al wel, of vorig jaar al wel beslist. Ja. Alleen inderdaad, de shortlist voor de Games Game Awards, er staan nou 10, 20, 30... 37 games in. En dat is een flinke lijst. PSP Freaky zegt, er is dit jaar geen Game of the Year. Ah, dat ligt eraan. Dan ben je waarschijnlijk te veel meegegaan in die hypes. Als je echt alles zo enorm tegen vond vallen. Dat zijn keiveel goede games verschenen dit jaar. Ja, je hebt echt ongelijk. En dat komt misschien niet uit smaak. Misschien speel je gewoon net die genre games waarin geen topjes zijn uitgekomen. Nou, maar, kijk, Robin die speelt toch ook gewoon Rocket League en zo. En ja, Rocket League. Voor €20 een topspel. Wat we allemaal met z'n allen zo ontzettend veel hebben gespeeld. Ja. Ja, dat kan me niet voorstellen dat je nou echt zegt van er is geen Game of the Year. Ja, misschien is het de game... Ja, I don't know. We hebben The Witcher 3, dat is een groot voorbeeld. We hebben Metal Gear Solid 5, wat echt een hele sterke titel is. We hebben... Just Cause. Die zal misschien iets minder. Fallout is gewoon heel sterk. Nou ja, als je van Call of Duty houdt als Black Ops 3, ook gewoon heel sterk. Hele goede racer, Forza Motorsport 6. Ja, nieuwe Assassin's Creed. Ja, oké, misschien is niet alles Game of the Year waardig, maar ik snap... Ja, ik denk heel veel wel. Heel veel wel. Ja, dus wij zijn het eigenlijk niet heel erg met je eens. Ook een hele goede game. Wij zijn best wel verwend natuurlijk allemaal met videogames. Splatoon. Dat wil ik toch nog even noemen. Ja, die is goed. Super Mario Maker. Ik zit nu met mijn hoofd in de Nintendo hoek. Zijn goede games. Maar weet je wat het is? Er komen elk jaar hele goede games uit. Alleen, we worden verwend. De kwaliteit van games is echt heel erg hoog. Natuurlijk. Vergelijk het met 10 jaar terug, weet je wel. Ik bedoel, er komen nou in zulke enorme rotvaart, komen er zoveel enorm goede spellen uit. Maar we zijn gewoon allemaal... Gewoon laffe azijnpissers geworden. We zijn boos op alles. En
oh, als de hype te sterk is, dan is de game weer ook kut. Nee, de game valt gewoon een heel klein beetje tegen. Want het is niet Game of the Year om. Nou, waar mensen wel gelijk in hebben, is natuurlijk het cross-platform altijd overal alles werkend krijgen. Dat is wel echt een trend dat daar... Oh, Dying Light. Een trend dat... Dat was echt een goede game. Een trend dat dat niet voor elkaar is. Dat is wel echt vervelend. Ja. Ik zie Batman Arkham Knight erin staan. Ik bedoel, ik heb hem op Xbox gereviewd. Die game is echt fucking vet. Maar ja, als je PC-gamer bent, dan baal je behoorlijk. Ja. Ja, behalve als je mij bent. Jee, de enige PC op aarde die Batman Arkham Knight draait. Toch wil ik het toch dan misschien even met je over hebben. Maar jij zit ook, iedereen zit je Windows 10 te verkopen. Terwijl het werkt op heel veel computers. Werkt Windows 10 gewoon niet goed. Jij hebt een computer van 4000 euro. Ja, dat Windows 10 bij jou werkt. Windows 10, made for rich people. Ja, hè? En vooral voor mij. Ja, nee, ja, ik weet het. Het is echt super kut. Ik promote tegen iedereen van, ja, bij mij werkt... Ja. Hey, werkt Windows 10 bij jou heel goed? Ja, het werkt bij mij goed. En vervolgens worden ze boos op mij omdat het niet bij hun werkt. Ja, I don't know. Sorry. Nee, maar dan ben je gewoon een snob. Hoezo? Dan heb je zelf de tofste dingen. Kun jij niet eens 300 op de Duitse snelweg rijden? Oh, sorry. Je hebt geen Porsche. Nou, daar kan ik geen rekening mee houden. Dat is het een beetje. Je bent continu zeg maar, mensen aan het subtiel aan het vertellen dat jij wel gewoon de shit voor elkaar hebt. Dat jij wel gewoon fucking veel geld bij. Oh ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Ik ben gewoon super. Gewoon lijp, jongen. Je wil niet weten. Kei duur, man. Zo hé. Ja, hij heeft wel een. Je bent wel awesome. Alleen de computer niet. Tenminste, de computer is ook awesome, maar... Waar wil je naartoe met ik dit? Ik weet het niet. Game of the Year. Ja, zullen we daar weer terug naar gaan? Er zijn echt fucking veel contenders. Ja, nee, sowieso. En ja, de shortlist, we kunnen het niet helemaal opnoemen nou. Dat zou een beetje leuk zijn. We zien het morgen ook, hè? Dus... Ja, maar er zitten ook wel echt heel veel verschillende dingen tussen. En dat vind ik vooral ook tof. Dat het is niet allemaal... Het spreekt niet zo voor zich welke titel het gaat worden. En vorig jaar en het jaar daarvoor al helemaal, toen wist je gewoon van... Ja, GTA, tuurlijk, GTA. Ja, want dan kregen we daar nou wel veel shit over ons heen. Want dat is de tweede release. Ja, hij is al een keer uitgekomen. Vanwege die shit staat GTA er nou niet meer in. Sorry, PC-gamers, als dit jaar daadwerkelijk het jaar was dat je GTA 5 voor het eerst ervaarde... Voer. Maar nee, ik vind het mooi. Het is een hele verschillende lijn. Ik vind het vet dat Life is Strange ertussen staat. Heb ik voor jou gedaan. Ja, maar ik weet dat meer mensen erop gaan stemmen. Ja? Ik weet dat voor heel veel mensen is dat een Game of the Year. Vreemd. Die grappen kun je niet blijven maken. Zo stervende. Ik vind het een mooie lijst en ik vind dat er heel veel dingen zijn wel Game of the Year waardig. Maar, en we hopen natuurlijk dat jullie allemaal vanaf morgen gaan stemmen op de grote Gamersnet Game Awards 2015. Ik ben wel benieuwd wat ieders favoriete game van het jaar was. Ja, want het loopt daarheen. En Tom en ik gaan nu zeg maar vanmiddag zitten over welke enquêtevragen jullie gaan stellen. Het is wel spannend. Hoeveel games koop je per jaar? Hoeveel money zou je in Gamersnet willen steken? Ja, dat soort vragen. Wat zou je in de Gamersnet webshop willen zien? Ik heb geen idee wat voor dingen we gaan vragen. Ik heb geen idee. Het misschien wordt een leuke enquête. Dude, de Gamersnet webshop moet open vragen. Gamersnet webshop? Oh, is dat de open vraag van het jaar? Dat zou best wel vet zijn. T-shirt. Nou, ik ben benieuwd. Kom maar. We gaan het wel zien. Jongens, tot volgende week. En bedankt voor het meedoen en de stelling. En laat even weten en volg. Mooi man.